Dit is een bespreking van Pro Sexto Roscio, paragraaf 150. Tweede gedeelte van de Per Oratio zijn we inmiddels. Cicero heeft in het voorafgaande een beroep gedaan op Chrysogonus om zich tevreden te stellen met het bezit van Sextus Roscius en niet ook nog zijn leven te willen hebben. Op dat laatste gaat hij nu in een lange zin, met drie keer si, drie keer als erin. De eerste, maar als, beste rechters, non impetramus, wij niet gedaan krijgen, a Chrysogono, maar als wij van Chrysogonus, rechters, niet gedaan krijgen, ut pecunia nostra contentus sit, dat hij tevreden is, contentus, hij tevreden is, pecunia nostra, met ons bezit. Gezien de indicatives in Petramus stelt Cicero dit voor als een feit en niet als een mogelijkheid. Maar als wij van Chrysogonus, rechters, niet gedaan krijgen dat hij tevreden is met ons geld, met ons bezit, dat hij dan niet vraagt, Petere, ons leven. Zie, tweede zin met zie. Zie, ille, hij, dat is Chrysogonus. Als die non potest adduci, adducer is iemand ergens toe brengen, als hij er niet toe gebracht kan worden, dat hij, en van dat, dat hangt die conjunctivis af, cupiat, als hij er niet toe gebracht kan worden, dat hij niet ook het leven van Sextus Roscius verlangt, dat gaat Cicero nu zeggen. Als hij er niet toe gebracht kan worden, dat hij niet ook het leven van Sextus Roscius wil hebben, cum, wanneer hij zal hebben afgenomen, dit is wel een futurum exactum, wanneer hij zal hebben afgenomen van ons alle dingen die van ons waren in eigen bezit, die van ons persoonlijk waren, als hij er niet toe gebracht kan worden om, nu wie van ons alles, al ons bezit al heeft afgenomen, dat hij ne lucem quoque, dat hij niet ook lucem, bij lucem hoort hank, dat hij niet ook dit daglicht, dus dit leven, quae communis est, dat gemeenschappelijk is aan ons allemaal, bedoelt Cicero, als hij er niet toe gebracht kan worden om niet ook dit leven, wat aan ons allemaal gemeenschappelijk is, wenst te eriperen, wenst weg te roven. Vervolgens de derde zin met si. Si non satis habet, als hij satis haberis iets als genoeg beschouwen, als hij het niet satis als genoeg beschouwt om te expleren, om te vervullen, te bevredigen, suam avaritiam, zijn hebzucht, pecunia, met geld, met bezit, als er niet ook bloed gegeven is, als er niet ook bloed is gegeven aan zijn crudelitati, dit is dus één bijzin met si weer, als hij er niet, si non satis habet, als hij het niet als voldoende beschouwt om alleen maar zijn gierigheid, zijn hebzucht te bevredigen, zonder ook bloed te geven aan zijn vreedheid, dan, judices, nu komt de hoofdzin, judices, dan is er reliqua, dan is er reliqua est, reliqua richt zich in het geslacht naar het tweede onderwerp, namelijk spes, gaat één onderwerp aan vooraf, dan is er over, voor ons natuurlijk, unum perfugium, één toevlucht, heren rechters, één hoop is er dan over, reliqua est, Sexto Roscio voor Sextus Roscius, dezelfde, hoop is de bedoeling, ook hier richt het geslacht zich weer naar spes, dezelfde hoop die er is, moet je erbij denken, die er is rei publicae, dezelfde hoop die er is voor de staat, namelijk, wat is dan die hoop? Vestra bonitas, jullie goedheid, Pristina, van oudsher bekend, jullie alom bekende goedheid et misericordia en medelijden. Quae si manet, als dat medelijden richt zich weer, hè, de manet weer in het enkelvoud, richt zich naar het laatst genoemde, namelijk misericordia, maar bedoeld is ook wel die bonitas, vandaar dat de vertaler vertaalt manet voor bestaan. Als die twee, dus jullie goedheid en medelijden, als die quae
die twee dingen manet, als die voortbestaat, vertalen dus voortbestaan, possumus, dan kunnen wij etiam nunc ook nu nog zijn esse salvi behouden, gered. Maar als sin ea crudelitas, die vreedheid, quae die hoc tempore in deze tijd in republica in de staat versata es zich heeft voorgedaan, maar als die vreedheid die zich in deze tijd in de staat heeft voorgedaan, vestros quoque animos, ook jullie geesten, harten maakt, dat hoort bij elkaar, harder en bitterder. En Cicero zegt, et quod, dat wat profecto non betekent zeker niet kan gebeuren. Dus Cicero beschouwt dit als een mogelijkheid die zich wel niet zal voordoen. Dat ook de rechters zo vreed zijn geworden als gebruikelijk is in hoc tempore in deze tijd. Even opnieuw. Maar als die vreedheid die quae hoc tempore in deze tijd zich heeft voorgedaan in de staat, ook quoque ook jullie harten iets wat gebeuren zeker niet kan, als die vreedheid ook jullie harten reddit maakt, duriores harder acerbioresque en bitterder, dan, zegt Cicero, actum est, dan is het einde oefening, dan is het met ons gedaan, judices, heren rechters. Interferes satius est aetatem degere quam in haec tanta immanitate versari. Satius est, het is beter, het is verkieslijker, het is beter om je leven aetatem te degere, om je leven door te brengen te midden van wilde beesten. He, dan is het beter om je leven door te brengen te midden van wilde beesten, dan kwam zich te bevinden, te versari deponens, dan zich te verbinden in deze zo grote onmenselijkheid. Dus als jullie, beste rechters, geen medelijden meer zullen hebben met mijn cliënt, dan is het beter om in de wildernis te gaan leven dan in deze zo verwilderde onmenselijke staat.